Dit is het weerjournaal van Weerplaza. Het weerbeeld in onze omgeving is heel erg rustig. De lage drukgebieden die we op de kaart zien, hebben een koers richting het Middellandse Zeegebied. En dat betekent dat het bij ons kalm is. Hoge druk heeft het voor het zeggen. Rustig weer dus wil niet zeggen dat er helemaal geen bewolking aanwezig is. Want met dit rustige weer kan in de nacht nevel of mist ontstaan en zou ook wat laaghangende bewolking kunnen voorkomen. Maar regengebieden blijven voorlopig ver bij ons vandaan. Voor de nacht is het kalm weer. Met hier en daar wat nevel, hier en daar wat wolkenvelden. In de avond 6 graden op de thermometers. In de nacht zakt de temperatuur verder en komt in het binnenland rond of net iets onder het vriespunt te liggen. Dat betekent morgen vroeg dat we de autoruiten moeten krabben. En het betekent ook dat de mist hier en daar misschien zou kunnen aanvriezen en heel lokaal voor gladheid kan zorgen. Maar op de meeste plaatsen is het kalm, wel dus die nevel en de mist. En dat betekent toch een waarschuwing voor het verkeer. In de loop van morgen gaat nevel en mist optrekken. Houden we hier en daar wat wolkenvelden over, maar in het algemeen schijnt de zon. Hoge temperaturen, een graad of elf wordt het. En vooral omdat de wind heel erg meevalt, voelt het gewoon heerlijk lenteachtig aan. In de kustgebieden staat wel iets meer wind. Daar kan het matig waaien met windkracht 3 uit het noordwesten. Want inwaarts stelt de wind heel weinig voor. De dagen die volgen laten nog steeds lenteweer zien. Sterker nog, de temperatuur loopt iets op. Vrijdag in het weekeinde 11 tot 13 graden op de thermometers. Er is regelmatig ruimte voor de zon en vrijwel overal blijft het droog. Kleine kans op wat lichte regen, met name zaterdag in het zuidwesten van het land. Maar verder dus kalm lenteweer en dat houden we ook de dagen daarna vast. Temperaturen laten een groot dagelijks verloop zien. Dat betekent dat het vaak helder is en neerslagkans is voorlopig heel klein. Maxima na het weekende, misschien een fractie lager dan weer temperaturen in de nacht dicht bij het vriespunt. Maar verder is het vrij zacht. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.